Wat je achter ons ziet is de leidingen van Thermaflex. Dat zijn kunststof leidingen, een aanvoer- en een retourbuis. En met de aanvoerbuis brengen we warmte van 70 graden naar de woningen. En met de retourbuis gaat warmte van 40 graden weer terug. Normaal gesproken worden leidingen aangelegd, stukjes buis die aan elkaar worden gemaakt in de grond. Hier zijn de leidingen in één keer in de fabriek helemaal aan elkaar gemonteerd en worden dan in één keer hier op de bouwplaats aangebracht. Het grote voordeel is dat je dus de kwaliteit in de fabriek hebt kunnen testen, de verbinding ook allemaal in de fabriek gemaakt zijn onder gecontroleerde omstandigheden. En het feit dat de bouwtijd zelf, dus om de buis aan te brengen, verkort wordt. De toekomstplannen van Warmtenet Hengelo zijn om minimaal 5000 woningen en 500.000 vierkante meter utiliteit in Hengelo aan te sluiten op het Warmtenet Hengelo. Daarbij gaan we deels dus inderdaad op de temperatuur van 70 graden verwarmen, maar deels willen we ook op een hele lage temperatuur van 40 graden verwarmen. En daar zijn deze kunststofbuizen natuurlijk ideaal voor om ze daarvoor toe te passen. Warmtenet Hengelo werkt al enkele jaren samen met Thermaflex. We zijn ook begonnen met stalen leidingen, maar we wilden graag overschakelen op kunststof. Dat hebben we samen gedaan met Thermaflex. Thermaflex heeft ons in dat hele proces begeleid en meegenomen om te kijken van wat zijn de meest efficiënte oplossingen en de meest efficiënte werkwijzen. Het project achter ons toont aan dat het mogelijk is om op een zeer snelle wijze een hele straat aan te kunnen leggen en aan te kunnen sluiten op het warmtenet. En daarmee dus de overlast van de bewoners zo beperkt mogelijk te houden.